Hey hallo en welkom maar weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Emergency Hamburg. We zijn weer lekker crimineel nadat we met de taxibus hebben lopen klooien. Ik hoop dat hier wat te overvallen valt. Ik hoor een sirene, dus we gaan maar weer even maken dat we wegkomen. Voordat wij zo meteen, want ik ben nog wel wanderd van de vorige keer. Dus ik moet wel even maken dat ik hier wegkom en dan denk ik... Hier, deze persoon is ook wanted. Laten we eventjes een bom kopen. Want ze stonden het met z'n allen bij de bank. En ik denk dat we... Oh, maat, wat maakt die sirene en pokkelawaai? Oei. Ik zou zomaar kunnen dat we nu de bank kunnen overvallen. Oh, dat ging wat minder soepel. En dat is natuurlijk wel een goede zaak, de bank overvallen. We zijn nu met 6 agenten. Dat is wel jammer. Dat zijn er wel veel. Dus laten we eventjes hier binnen gaan kijken. We zijn nu met een rood lampje. Nou, dan gaan we weer heel snel weg. We kunnen die juwelier ook niet overvallen, want die is nog niet klaar. Die moet nog even regenen. Dan gaan we denk ik eventjes maar op zoek naar een container en een... Hoe heet het? Een gasstationnetje. Later. Zo, nou, we hebben al een bom. En ik zag in ieder geval dat de gele container konden overvallen. Dus dat gaan wij zeker eventjes lekker doen. Wij gaan even lekker de bom plaatsen. Wij gaan op de detonate-knop drukken. En wij gaan als eerst eventjes het wapen pakken voor als er politie komt. En dan gaan we hem eventjes helemaal leeg trekken. One eternity later. Ik hoor een politie-sirene in de verte. Hier, kijk, daar is de politieagent. Ja, één schot raak, nog een schot raak, niet. Dit is nou zo fijn aan de bank, hoe heet het, deze overvalt. Hij komt naar boven, hij komt naar boven. Hij staat daar. Hij rent nu weer zijn bus in. Het was toch ergens dat je op het raam kon schieten en dat hij dan damage kreeg. Hij was het ook weer, maar moest je dan ook weer schieten? Kan ik hierop staan? Ja. Nou, prachtig. Ik ga denk ik even een bom kopen voor de andere container. 12 seconds later. En dan koop je een bom en dan blijkt er op de andere container planken te zitten. Lekker man. Dan moeten we nu maar eens even kijken of we weg kunnen gaan komen van oma agent. Zo, hop. Ah, je bent te traag, meneer. Je bent te traag. Hop. Schiet hem. Schiet hem. Fijne avond. 2000 years later. Kijk dan wat ik zie rijden, maat. Zo'n fucking oproerwagen. Even kijken. Er zijn... Word ik hier... Ik zit hier helemaal klem. Hop, ik zit hier echt weer helemaal klem. Ik wil eigenlijk ook wel bij... Ja, weet je wat nou als we nu naar de juwelier gaan? Want dan hebben ze twee meldingen tegelijk en dat snappen ze waarschijnlijk niet. Nu moet ik ook even binnenkort mijn auto gaan repareren, want anders dan komt er ook niet meer zoveel van, ben ik bang. One eternity later. Hoppa, bij de juwelier valt zeker wat te halen. Laten we even een korte timelapse doen van hoe wij wat de mooie zakjes met juwelen gaan stelen bij de juwelier. En er is politie aangekomen. Er loopt daar gelijk politie achter die aan. Dus dat betekent dat we hier nog wel eventjes wat lekker wat kunnen grijpen met onze handjes. Even kijken, dat is geen undercover. Oké. Okay. Dan zijn we nog safe. Dan zijn we nog safe. En dan is nu alles bij die juwelier zo'n beetje weg. Er ligt echt helemaal niks meer. Dan gaan we even een kijkje nemen bij de groene container of we die al kunnen overvallen. Later. En er valt lekker wat te overvallen, heerlijk man. Heerlijk, 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 heerlijk.
Wij kunnen lekker hier wat goudstaven gaan pakken. Daar heb ik wel zin in. Daar houd ik wel van. Daar houd ik wel van. Ik hoor mensen lopen. Beter dat het geen politie is. Beter dat het geen politie is. Is het politie? Ik geloof van niet. Laten we dan nog eventjes wat goudstaven pakken. En dan is hij nu helemaal leeg. En dan gaan wij weer retour. Dan ga ik mijn wapen verkopen. Ga ik de goudstaven verkopen. En dan gaan we eventjes wachten op onze 8K die hier aan het wachten is. One eternity later. Hoppa, lekker lang onder de brug gezeten. We hebben nog steeds niet de bank overvallen. Dat vind ik wel jammer. Dat wil ik erg graag nog gaan doen deze aflevering. We zijn nu met 7 agenten. We zijn niet meer wanted. We hebben 120.000 euro bemachtigd. We gaan even snel kijken of we de bank kunnen overvallen. Want die wil ik heel erg graag overvallen. Dat lijkt mij zeer leuk. De lamp is groen. De dealer is om de hoek. Dus dat betekent dat wij zo met een luide sirene in de bank staan. 12 seconds later. Hop, daar zijn wij in de bank. We hebben de bom vast. Mooi, mooi, mooi. Laten wij hier zo en de bom even detoneren. Zo, hop. En de muziek gaat gelijk door mijn nek in hegen. Spannend. Zo, op snel goudstaven pakken. Hop. Dan wil ik mijn weg uit hebben. Dan gaan wij snel. Ik hoor al een motor uitgaan. Zo, hop. Door die muziek kun je het echt... Hier, politie sirenes. Ik wil die goudstaven die daar liggen ook. Ik hoor nog geen... Ik zie nog geen agenten. Ik hoor nog geen agenten. Ik hoor wel veel sirenes in de achtergrond. Ik geloof dat dit ze zijn. Dat dit de agenten zijn die allemaal achter elkaar aan binnenkomen denderen. Ja. Weg hier. Weg hier. Rennen. Rennen. Even kijken. Hop. Hop. Die zet hem tegen mijn auto aan. Dat is wel naar. Dat is wel naar. Zo, hop. Rijden, 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 rijden. Ik heb 8 goudstaven. Dat is echt veel geld. 2000 years later. Ik moet hier nu wel eventjes safe zijn. Heel eventjes. Nu gaat in ieder geval mijn timer weer rustig aflopen. Ik heb zo meteen nog 3,5k, maar dat gaat helaas niet meer op beeld staan. Ik vind het wel weer mooi, de opname duurt wel alweer lang genoeg. Ik moet nog eventjes uit handen blijven van de politie. En dan zien we jullie graag terug bij de volgende aflevering. Abonneer zeker bij de 2000 abonnees. Gaan we weer lekker sessie live. Dus ram even op die abonneeknop en dan zien we jullie graag terug bij de volgende.